vragen. En van de Klein Dierenshow van Nikki gaan we naar Hoog Heksel. Want daar vlogt Stella van 10 over het leven op de varkensboerderij. En ze zijn net bezig, dus we kijken heel even met ze mee. Stella, hoe gaat het? Goed. Hallo, kijk, we zitten nu ook in de vlog van Stella. En waarom vlog jij? Omdat ik graag mensen wil laten weten waarom ik vlog. En ja, dat vind ik ook wel leuk. Want dan weten mensen ook steeds meer waarom ik het doe. Ja, want waar vlog je over? Over de varkens en die zitten in deze stal. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Kijk, nou zijn we bij de varkens. En nu hoeven we niet te douchen om hier naar de varkens te kijken. Want kunnen we kunnen mooi hier kijken. Ja, dus dat is wel heel leuk. Dit zijn de biggetjes allemaal. Mm-hmm. En waarom, wat jullie hebben, dat is best wel uniek. Een soort panoramadak, mm-hmm. waardoor je zo in de stal kan kijken. Maar waarom mogen we de stal niet in? Ja, dat is met hygiëne, want dan moet je eerst gaan douchen en zo. En nu is de varkenspest, dus dat is al helemaal gevaarlijk, zeg maar. Ja, want jij hebt gevlogd over eventueel een uitbraak van de varkenspest. Dat is best wel serieus. Mm-hmm. En die is al zo'n beetje, die gaat echt heel hard. Die is al heel vaak bekeken. Want je vlogt niet alleen maar over leuke, gezellige biggetjes, maar ook over dat soort dingen. Ja. Is dat expres? Ja, want mensen die weten niet heel veel van varkens, sommige mensen. En nou kunnen ze meer te weten komen. Dus dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dan kan ik ze heel veel uitleggen. Hallo, eindelijk ben ik weer in de stal. Ik ben nu wel blij, want dan kan ik weer naar de biggetjes. Maar het is ook wat erg. Zoals jullie misschien al wel weten, is de varkenspest in België uitgebroken. En ik merk ook aan papa en mama dat ze heel erg zorgen maken. En wat leg je ze dan bijvoorbeeld uit? Ja, voor deze hokken, nou die hekken. Als de zeug big heeft gekregen, gaat hij de eerste paar dagjes daarin. En daarna gaan die hekken los. En dan kan de zeug lekker bij de biggetjes rondlopen. En dat soort dingen allemaal. Ze spelen best wel enthousiast, deze varkens. Hoe merk je dat? Ja, ze zijn echt als broertjes en zussen. Want ze zijn een beetje ruwachtig aan het spelen, maar wel op een lieve manier. Ja. En ja, ze hebben daar ook de ruimte voor. En daarom heet het ook vrijheid, blijheid. Want ja, groot hok. Ja, dat is wel handig. Leuk. En wie monteert jouw video's? Mijn moeder, die staat daar. We zijn nou ook een vlog aan het opnemen. We zwaaien even naar de vlog. Hallo. Leuk, ja. En hoe is dat zo ontstaan? Iemand, Annelies Kwekkerboom, die deed een oproep van ja, boeren die moeten veel enthousiaster zijn over hun bedrijf. En het daar ook aan mensen laten zien. En toen las mama dat voor. En toen zei ik, nou dat lijkt mij wel leuk. En toen heb ik een vlogcursus gedaan. En ja, toen zo zijn we ermee begonnen. Ze zijn even aan het overleggen, want volgens mij ging er iets niet helemaal goed. Even vragen wat er misging. Voor de meeste mensen is dat heel erg. Wat ging er nu net een beetje mis? Ja, ik praatte wat te snel. En ik legde het niet goed uit, maar dit is eigenlijk allemaal van een varken gemaakt. En een varken die maakt ook de kringloop zeg maar rond. Want wij eten chips, maar daarvan de afval, dat wordt in varkensbrokken gedaan en zo. Nou, en het varken eet dat weer. En dan poept hij dat uit. En ja, met die stront dan wordt op het land gedaan. En daarvan kan weer graan groeien en zo. Dus eigenlijk maakt het varken een kringloop rond. Je weet er echt wel veel van. En zo heb jij natuurlijk een hele handige PR-mevrouw. Ja, zeker. Want wat Stella doet, dat durf ik niet. Ja. Ik sta liever achter de camera dan ervoor. Maar ze doet super goed. Ik ben heel erg trots op haar. Nou, dat is, ja, ik vind het ook heel knap. Ik ook.